Stichting Kinderdroomwensen laat wensen in vervulling gaan van kinderen en jongeren met een traumatische ervaring. En vanavond organiseren zij een benefietconcert met optredens van Nijmeegse artiesten. Jij hebt deze stichting opgericht. Waarom wil je je juist voor deze kinderen en jongeren inzetten? Omdat ik denk, en wij samen ook met alle vrijwilligers, dat dit echt een groep is die vaak vergeten wordt. Het zijn kinderen die met heel veel pijn rondlopen, pijn die binnenin ziet. Soms zie je iets aan de buitenkant, maar heel vaak ook niet. En het zijn toch wel kinderen die heel vaak in een negatieve spiraal zitten. Zich eenzaam voelen, veel te snel volwassen zijn, dingen bij zich houden, zich niet begrepen voelen. En wij willen ze daar graag uithalen. Er treden vanavond ook 3 grote Nijmeegse artiesten op. Kan je daar wat over vertellen? Ja, wij hebben de cabaretier Pieter Derks. Wij hebben Ron Link, natuurlijk ook een hele bekende Nijmegenaar die gaat zingen. En we hebben entertainer Benny Solo, die volgens mij iedereen in Nijmegen wel kent. Let me take your hand, I'll be there for you. Ron, waarom ben je ambassadeur geworden van deze stichting? Het is sowieso een hele moeilijke tijd. En ik vind dat de kinderen in het buitenland natuurlijk ontzettend gesteund worden. En dat is heel goed. Maar vaak worden de kinderen hier in Nederland wel een beetje vergeten. En problemen zijn heel dichtbij. En ik vind dat het gewoon belangrijk is dat ook onze kinderen een hart onder de riem krijgen. En daarmee misschien hun droom verwezenlijken of een mooie dag tegemoet gaan. Of even het probleem vergeten wat ze op dat moment hebben. We doen het Paul Hollandaise achter de tafel. En waar we heen gaan daarom. Waarom ben je juist van deze stichting ambassadeur geworden? Nou, omdat ten eerste in plaats natuurlijk een Nijmeegse stichting is. En ik vind dat ze fantastische dingen organiseren voor kinderen. En die wensen in vervulling gaan. Dus dat is een heel mooie, nobele stichting ook. Ik had de afwas willen doen. Ik had tomaten willen zaaien. Ik had een boek willen gaan lezen. En een wasje willen draaien. Ik wou de keukendeur nog bijten. En een fotolijst verhangen. Ik vind het heel mooi dat ze kinderen helpen. En niet alleen kinderen, maar ook de gezinnen om die kinderen heen. Want het is natuurlijk als een kind een trauma heeft of ziek is. Of wat dan ook met dat kind aan de hand is. Dan heeft de hele omgeving daar natuurlijk ook mee te maken. En Stichting Kinderdroomwens helpt ook een gezin of een familie om wensen uit te laten komen en eventjes te ontspannen. En waarom is het juist belangrijker wanneer je voor deze kinderen optreedt of ze spreekt om niet altijd de zwaarte op te zoeken, maar juist ook een komische noot zoals jij erbij te hebben? Ja, want kinderen die een traumatische ervaring hebben, die zijn al zo ver, vaak al verder ontwikkeld dan gewoon het kind zijn. En dat ik denk dat ik gewoon heel laagdrempelig kan zijn door ze gewoon even te laten genieten. Even gewoon bezig te zijn met een vlaggetje, met confetti. Met gewoon even dat moment vergeten waar ze eigenlijk vandaan komen. Dat ze in zorgen en of ziek zijn. Of weet je, dat je ze heel eventjes probeert adem te geven, letterlijk. Als jij kinderen met een trauma iets zou mogen meegeven, wat zou dat dan zijn? Het liefst natuurlijk geen trauma meer, maar dat kan niet. Dus in elk geval 1 hele mooie dag. Ik denk dat dat al heel mooi is. En dat is waarom ik die stichting zo goed werk vind doen. En namens Stichting Kinderdroomwens, bedankt voor uw komst en misschien tot ziens. Bedankt. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte.